Het is de week van de toegankelijkheid. Maar wat bedoelen we precies met toegankelijkheid? En waarom is een speciale week rond dit thema belangrijk? Dat wordt duidelijk in de gesprekken die Corné Kremers had op verzoek van de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Stichting Toegankelijk Land van Kuik, opgericht in juli dit jaar. Maar we hebben natuurlijk nog altijd 5 losse platforms in de gemeente Land van Kuik. Met een van die platforms had je al wel veel ervaring. Wethouder Willy Hendricks van Haren vandaag bij ons ook aan tafel. Willy, want daar had je veel ervaring mee, denk ik. Ja, dat zat in jouw gehandicaptenplatform in de oude gemeente Boksmeer, moet ik zeggen. Ja, langzaam maar zeker begint het te komen. Daar heb ik veel ervaring mee, want daar heb ik, moet ik even denken, 12 jaar mee samengewerkt. Mm-hmm. En dat was een hele prettige ervaring. Ja. Een enthousiast, niet groot, maar wel een heel enthousiast team wat daar zat. En wat er echt voor ging. Ja. Nu is een stichting Toegankelijk Land van Kuik opgestart. Hoe belangrijk vind je dat, zo'n paraplu over die losse platforms heen? Ja, het allerbelangrijkste. Ik bedoel, het waren een van de eerste verenigingen die naar me toe kwamen en zeiden dat ze dit gingen doen. En toen zei ik, ja, zo hoort het. Ik bedoel, we worden één grote nieuwe gemeente. Mm-hmm. En ik denk dat dit een prachtig initiatief is waarin ze elkaar ook echt hebben gevonden, want ze hebben dezelfde doelstelling. Ja. Dus dat ze zeggen van, we gaan ook heel veel gezamenlijk optrekken. Ik heb net gesproken nog even met een mevrouw van het gehandicaptenplatform van Sint-Antonis, die ondervond wat problemen. Nou, als je dat in de grootheid doet van het Land van Kuik, dan wordt dat probleem alleen wat kleiner. En dat ze toch zeggen van, wij willen voor het gezicht naar onze eigen oude gemeente toch die oude platforms houden. Dat kan ik alleen maar stimuleren. Ja. Ik denk dat dit een heel, heel mooi initiatief is van hoe het laat zien hoe het met meerdere in het Land van Kuik zou moeten. Ja. Janneke van Dongen, voorzitter van die nieuwe stichting Toegankelijk Land van Kuik, ook al actief in het platform Toegankelijk in Graven. Ja. Waarom die paraplu? Waar kwam dat idee vandaan? Nou, eigenlijk een hele logische gevolgtrekking van het weten van we gaan één gemeente vormen. We streven allemaal hetzelfde doel na. Laten we eerst eens kennis met elkaar maken en kijken of we dat doel op dezelfde manier willen bereiken. Mm-hmm. Of misschien juist op een hele andere manier, maar kunnen we elkaar daarbij helpen? Kunnen we elkaar daarbij vinden? Ja. Dus we zijn ook echt ruim een jaar geleden begonnen met gesprekken. En, maar deden jullie al dingen samen, die 5 platforms in het Land van Kuik? Nou, ik weet dat vanuit Graven dat we wel eens naar Mail gingen. Dat we wel eens samen vergaderden. Ja. Wat doen jullie, wat doen wij? Maar daar bleef het een beetje bij. Met Boksmeer en Sint-Antonis hadden we eigenlijk nog nooit contact gehad vanuit Graven. En hoe ziet dat dan nu uit, zeg maar, nu je die 5 losse platforms, maar wel die paraplu hebt? Zijn de contacten inniger? Ja, absoluut. Ja, we hebben heel regelmatig vergaderingen als nieuw bestuur en nieuw overkoepelend toegankelijk Land van Kuik. Waarbij we wel nog steeds onze eigenheid behouden. Ja. Omdat wel heel duidelijk is geworden dat ieder platform het op zijn eigen manier deed. He, bij de een uitte zich dat in het organiseren van scootmobieltochten. Bij het andere uitte zich dat in vooraf betrokken willen zijn bij bouwplannen. Hm. Dus, nou, en dat is ook prima. En het streven is wel om 2 keer per jaar een gezamenlijke activiteit te gaan doen. En op die manier ook nog wat meer naar elkaar toe te groeien. Ja. Willy, wat is jouw ervaring in die toegankelijkheid? Want je hebt er dus vanuit jouw vorige wethouderschap in de gemeente Boksmeer natuurlijk er veel mee te doen gehad. Maar wat zijn concrete voorbeelden als je het hebt over toegankelijkheid? Nou, het vorige platform die ging dus bijvoorbeeld bij alle winkels langs om te kijken van zijn ze toegankelijk. Zij waren heel actief om de mensen bewust te maken van het toegankelijk zijn van hun accommodatie en noem maar op. Ja. Kijk, wij kunnen als gemeente heel veel willen. Maar als je geen mensen hebt die dat uitdragen, dan bereiken wij ook niet wat we willen. Nee. En straks met de omgevingsvisie bijvoorbeeld, dan is het nog belangrijker. Dan zullen die gehandicapte platforms ook moeten aansluiten bij ons. Om te zeggen van hoe kun je dat nog beter doen en noem maar op. Ja. En als je dan één gremium hebt, die spreekt namens alle 5. Want ja, dat is toch voor alle 5 hetzelfde. Is dat voor iedereen veel makkelijker. Ja. Daarom ben ik ontzettend blij dat ze elkaar gevonden hebben en zo met elkaar optrekken. Ja. Want jij zegt het ook van, jullie hadden wel contact met Mil. Kuik is een beetje verwaterd, helaas. Mm-hmm. Terwijl toch eigenlijk
tweede grootste gemeente was, maar Kuik is eigenlijk de grootste kern, dus daar zou je verwachten dat ze het wel hebben. Ja. Gelukkig pakken jullie dat weer op met elkaar en zeggen van wij, met ondersteuning van ons, moet dat wel lukken om iets van de grond te krijgen en het is ook zo belangrijk. En ik denk dat bijvoorbeeld in de oude gemeente Boeksmeer, nou, dat ze wel dachten van oeh, daar komen die dames weer aan, hè, met hun rolstoelen om te kijken hoe toegankelijk zijn wij. Ja. En dat is wel belangrijk. Want... Maar hoe ziet dat in de praktijk uit? Want ja, Jan Portefeuille is een beetje, ja, hoe noemen ze dat? De sociale, de zachte kant. Ja. Maar dan moet jij weer naar een wethouder die over die gebouwen gaat en die bouwdingen. Dan zeg ik, oh nee, komt ze weer aan. Nou, als ik niet aankom, dan kwamen die twee dames wel. Ja. En die hebben zich zo enorm laten horen dat iedereen zei, laten we ze vooraf maar een keer vragen. Want dan hebben we in ieder geval niet achteraf trammeland. Ja. En zo hoort het ook, want laten we wel wezen. Ervaringsdeskundige, wie ben ik? Wie is iemand op de afdeling? We zien dat heel vaak, vind ik ook in Den Haag, dat je op papier dingen uitdenkt. Ja. Ja. Maar in de praktijk denk je, oh, dat we daar niet aan gedacht hebben. Op het moment dat je iemand hebt die niet beter weet dan in een rolstoel, of in ieder geval ja, jijzelf, dat je zegt van, er moeten wat voorzieningen zijn waardoor het voor mij toegankelijk is. Ja, beter kunnen we niet hebben. Nee. Wat vind je het belangrijkste eigenlijk om te bereiken als Stichting Toegankelijk Land van Kuik, bijvoorbeeld richting die gemeente? Nou, ik denk dat een van de belangrijke dingen inderdaad is het vooraf betrokken zijn bij bijvoorbeeld de herinrichting van een straat of bij een nieuw restaurant wat komt en wat vergunningen gaat aanvragen bij een gemeente. Hm. Dat wij daar vooraf bij betrokken zijn, dat lijkt me heel belangrijk. Maar ik denk ook het bewust worden van, het bewust maken van de beperkingen die er zijn voor mensen en de inwoners van de hele gemeente daarin meekrijgen en laten ervaren dat soms kleine aanpassingen, of als je een winkel hebt, maar ook als je gewoon als inwoner je fiets ergens neerzet of wat dan ook, maar dat dat soort dingen ook heel erg belangrijk is en dat we daar in gezamenlijkheid met de gemeente iets zou kunnen doen. Ja, wat dat van tevoren rekening mee houden, daar hebben jullie een voorbeeld van, geloof ik, met de zebrapad. Ja, daar hebben wij een voorbeeld van. We hebben vooraf bij de herinrichting van de Trompettenstraat in Graven aan de tafel gezeten, de plannen bekeken, aantal wijzigingen voorgesteld die allemaal over werden genomen. En dan ging het over kleine drempeltjes die juist voor rolstoelers heel moeilijk te nemen waren. Het ging over het doorleggen van de geleidelijn vanaf de bushalte. Nou, dat is allemaal prima overgenomen. Alleen het zebrapad wat er in eerste instantie lag, ter hoogte van de bibliotheek, is weg. Ja. En het argument daarbij is, het is een 30 kilometer zone geworden en dan leggen wij geen zebrapaden. Een van de argumenten die landelijk gebruikt wordt bij geen zebrapaden in 30 kilometer zone, is dat mensen die willen oversteken gemakkelijk oogcontact kunnen maken met de chauffeur die in de auto zit, want die rijdt toch heel langzaam. Nou Corné, ik denk als jij dat gaat proberen, dat toch heel moeilijk wordt. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee. Dus daarom willen wij daar heel graag wel een zebrapad. En tot nu toe hebben we 0 op het request gekregen. En vandaar dat wij in de week van toegankelijkheid op symbolische wijze daar een zebrapad gaan uitrollen en hopen dat de gemeente daar met ons mee gaat kijken op die plek. Om te kijken of het toch mogelijk is. Vertegenwoordig van die gemeente zit aan tafel, Willy. Ja, is uitgenodigd. Nee, dat klopt. Ik ben het met jou eens. En laten we wel wezen, Graven is dé stad die hiermee te maken heeft. Dus ik snap het. En ik vind het juist zo goed. Kijk, dat is dan de handicap van de medewerkers, terwijl ik ze niks wil afdoen, want ze doen gruwelijk hun best en doen het gewoon heel goed. Maar wat ze zeggen, je maakt ook contact, inderdaad, voor jou en mij. Ja, ja. Maar voor Corné is dat niet zo. En om dat nog even naar voren te brengen, want wat jij zei van ook van een handicap, mensen denken er vaak niet over na, maar mensen die moeite hebben met hun toiletgang, zeg maar, dat je dus locaties hebt waar je naar het toilet kunt. Daar is Sint-Antonis heel actief mee geweest, die hebben daar 17 adressen. Dat zouden ze, heb ik ook begrepen, graag uitrollen in het land van Kuik. Omdat dan snappen mensen wat we bedoelen ook met een handicap. Ja. Een handicap, er wordt vaak gedacht, dat kun je zien.
Dat weet je. Maar dat is niet zo. Maar even terug naar het CIP. Want hoe reageer je daar dan op als verantwoordelijk wethouder eigenlijk voor het gehandicaptenbeleid richting zo'n ambtenaar? Zeggen wij, hallo. Nou, in principe, in eerste instantie denken wij, ja, de ambtenaar heeft erover nagedacht, dat klopt. Ja. Maar als je dan zo'n vraag krijgt, dan is dat toch anders. En precies wat jij zegt, van, er staat heel duidelijk, waarom doe je het niet? He, want kijk, we moeten ook opletten dat we geen overbodige dingen doen, dat is waar. Omdat je ook contact maar hebt. Maar op het moment dat jij dan kunt zeggen, aan de voorkant, ja maar luister, deze mensen kunnen geen oogcontact maken. En daar is het juist zo belangrijk voor. En ik, nogmaals graven vind ik dan de voorbeeldstand erin. Ja. Nou, dan denk ik dat wij toch daarvoor heel veel begrip moeten hebben en kijken of het wel... Dus daar gaat, dan wordt er in ieder geval meer rekening mee gehouden, zeg je. Dat wordt? Ja, meer rekening mee. Ja, dat denk ik wel. Maar dan, en dat is jammer, want nu moet je dus ook worden geattendeerd, terwijl het werk eigenlijk al gerealiseerd is. Ja, nou ja. En als je dat kunt zeggen van aan de voorkant, jullie hebben dat gedaan. Dat hebben we in dit geval. Ja. Ja. Het thema dit jaar van de Week van de Toegankelijkheid is de sociale toegankelijkheid. Hè? En dat in de breedste zin van het woord, dus participeren in de samenleving zonder dat je daar eigenlijk last van hebt. Een onderdeel wat in een van onze gesprekken deze week ook aan de orde kwam, was bijvoorbeeld ook werk. Hè? Werk, als je een beperking hebt en dan gewoon werken, want niet per se vrijwilligerswerk, maar gewoon betaald werk en dan serieus betaald werk. Hoe zit de gemeente Land van Kuik daarin? Nou, dat beamen wij, en zeker in deze tijd, hè, want elke kracht kan gebruikt worden. En ik denk zelf dat, ja, laat ik zeggen, toch 90% van de mensen kan werken, wil werken. En daar doen wij ontzettend ons best voor, om te kijken of die mensen inderdaad ergens kunnen werken. Met een loonwaarde die ze vertegenwoordigen. En om dat andere deel aan te vullen via onze normen die we daarvoor hebben, via de bijstand. Ja, de bijstand klinkt altijd zo, vind ik altijd. Maar kijk, het kan natuurlijk, iemand die gaat werken en een loonwaarde heeft van 40%, dan kun je niet van verwachten dat een werkgever 100% uitbetaalt van minimumloon. Dus wij vullen dat aan en wij kijken dat zeker maar. Ja, want we vinden dat heel belangrijk. Daarom hebben we IBN ook in het leven gehouden, bijvoorbeeld. Ja. Maar bij de IBN, als je gaat kijken, de vergoedingen, de salarissen die IBN betaalt voor iemand die in een regulier bedrijf is, die zijn wel behoorlijk lager dan iemand met een CAO-dienstverband zou krijgen. Nou nee, bij IBN niet. Als je zelf bij IBN zou gaan werken, is dat niet zo. Die hebben er eigen CAO. Maar wat wij moeten doen, slecht, we hebben nou een slecht CAO. Ja, dat klopt hoor. Dat scheelt echt wel. Ja, dat scheelt veel. Ja. Nou, in ieder geval meer dan dat je gewoon in de bijstand zit. Ja, maar niet zoveel als binnen. Nee, maar als wij mensen met loonkostensubsidie aan het werk zetten, dan is dat maar tot een minimum. Je mag gewoon niet meer. Dat is inkomenspolitiek, dat is ook vanuit Den Haag. Want ja, Den Haag betaalt het restant wat overblijft voor de gemeente. Kijk, en als een werkgever, want dan moeten we ook een beroep doen op de werkgevers. Als die vindt dat iemand voldoet voor 40%, dan kan die ook voor dat deel gewoon de CAO betalen die dan geldt. Dat zou ook natuurlijk een mooie zaak zijn. Maar doet de gemeente Land van Kuik dat? Als je bij wijze van iemand in dienst hebt die volgens IBN of volgens Wajong UWV-regels, ik noem maar wat, 80% maar betaald krijgt, maar eigenlijk in de praktijk wel 100% presteert hetzelfde als een vergelijkbare werknemer met een CAO-dienstverband, zou een gemeente dan zeggen van, nou, dan lappen wij die 20% bij? Als iemand vanuit de bijstand daar gaat werken en die heeft maar 80% loonwaarde, dan zou het kunnen dat wij theoretisch die 20% bijbetalen. Maar meestal, want laten we wel wezen, mensen die op dit moment voor 80% kunnen werken, hebben werk. Want men zit zo verlegen om werknemers, dus die hebben werk. Wij praten vooral over die mensen onder die 80. Stel, iemand heeft van 60%, dan betalen wij 40% bij. Maar dat is tot een minimumloon. Maar zegt een werkgever, die man die komt bij mij werken voor 60%, ik doe mijn eigen CAO voor die 60% betaal ik aan hem of haar, dat is aan die werkgever. Ja, hoe staat de stichting erin, Jenneke, in werkgelegenheid? Doen jullie er ook iets mee op Land van Kuik? We hebben er tot nu toe nog niet zo heel erg veel mee gedaan. We zijn wel als toegankelijk Land van Kuik onlangs bij IBN geweest. We hebben daar uitgebreide informatie gekregen. En ook wel begrepen dat het doel van IBN is om mensen aan het werk te krijgen en uiteindelijk ook in een reguliere CAO te krijgen, ja, los van IBN, door te laten stromen. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat we het daar in de toekomst nog wel eens met de gemeente over willen hebben. Ja. Of dat ook daadwerkelijk kan gebeuren. Ja. Maar kan je geruststellen, dat gebeurt echt al volop. Dat gebeurt echt al. En zeker met de krapte op de arbeidsmarkt. En ik in ieder geval, ik spreek voor mezelf ook, ik ben wel een wethouder die zegt, ik probeer iedereen wel werk te geven, want al is dat maar omdat iemand maar 40, 50% kan, omdat ik denk dat het je veel meer voldoening geeft.
en dat je erbij hoort. Dat. Ja, ja, en ja. Daar proberen wij in ieder geval wat in ons vermogen ligt, doen wij eraan. Zo. Willy, als we vooruit kijken, want nu anno 2022, Stichting Toegankelijk Land voor Kuik is net opgericht. Hoe ziet er dat in de toekomst uit, jullie samenwerking? Nou, ik heb toevallig gezien vorige week dat zij subsidieaanvragen hebben ingediend. En voor het overkoepelende deel, maar ook voor de afzonderlijke delen, daar gaan wij het samen over hebben. Het is voor ons een zeer serieuze gesprekspartner in heel veel dingen die we doen. Dus dat hopen we ook te integreren in de hele organisatie, want ook daar zal iedereen naartoe moeten werken. Maar voor ons is, ik ben er blij mee, laat ik het zo zeggen. Ja. Heel blij. De vertrouwen in Jannike en die samenwerking? Ja, het is heel goed om te horen. En ik mag de gemeente ook nog wel een compliment geven over het feit dat de website toegankelijk is. Ja. Er is onlangs een filmpje over gemaakt dat de website van de gemeente voor iedereen toegankelijk is. Ja. En dat is nog lang niet bij alle websites het geval, dus dat is een complimentje waard. En ik hoop dat dat ook een voorbeeld is van hoe wij de komende jaren met elkaar kunnen optrekken. Maar daar ga ik vanuit, daar ga ik gewoon vanuit. Ik heb er het volste vertrouwen in en het zal best wel een keer met vallen en opstaan zijn. We zullen niet altijd overal overeen zijn, dat kan ook niet, hè? Ja, allemaal. Ja. We kunnen er naar streven samen, we kunnen er naar streven, maar laten we wel wezen, ik denk dat die stap die jullie gezet hebben, heeft ook even tijd gekost, een hele goede stap is, ook voor ons. Lijkt me een mooie positieve afsluiting van deze week van de toegankelijkheid. Dames, hartstikke bedankt voor jullie toelichting. Graag gedaan. Meer weten? Bekijk dan ook de andere interviews over de week van de toegankelijkheid. Via Omroep Land van Kuik.